Weekoverzicht van 3 tot en met 7 februari. Vanmorgen in de Goijm Eemlander, problemen bij de Koehoorn. Ja, problemen. Er zou wat gekapt worden om iets nieuws aan te planten. En dat is op zich een goede gedachte. Maar wat gekapt wordt is op zich nog mooi en groot. Daar zijn we heel blij mee. En wat er voor terug zou komen, dat zou veel lager zijn en veel minder. En dat vinden we niet zo leuk. Dus we hebben geprobeerd om daar iets aan te doen, om het te voorkomen. En we hebben een beetje rondgebeld. En tot onze grote verrassing en verbazing staan we hier met de wethouder en de meneer die erover gaat. En we hebben een mooie overeenkomst bereikt. We zijn eruit. Meneer Mooie. Jazeker, we gaan zorgen dat het er heel mooi gaat uitzien. We proberen de struiken zo hoog mogelijk te houden, 1,5 meter. En de bomen uiteraard te planten. En we gaan ook het gras gaan we weer opnieuw inzaaien. Dus we zorgen dat de randen met de struiken 1,5 meter houden. En dat de bomen die bij aanvang zo'n 6, 7 meter zijn, dat die daar weer mooi op hun plek komen. Zuilvormige bomen. Ik hoor net een hele fijne Koehoornstraat. Een fijne koe, geen kale. Vrijdag 31 januari stelde een groep burgemeesters tijdens de zogenaamde Wiettop een wietmanifest op. Dat ter zijner tijd zou worden aangeboden aan minister Opstelten. PvdA-raadslid Sami Akrou roept burgemeester Pieter Broertjes op zich hierbij aan te sluiten. Is daar een politieke meerderheid voor te krijgen? Ik ga ervan uit dat dat wel het geval is. Zeker weten doe je het nooit. Ik heb wel overleg gehad met D66, met wie ik samen de motie in ga dienen. En eerlijk is eerlijk, ik verwacht dat er een meerderheid zal komen in de raad. Of dat Pieter Broertjes de motie over zal gaan nemen. En wat heeft Hilversum daaraan? Nou, kijk, het is meer een signaal dan wat Hilversum daar heeft. Het probleem zit hem nu voornamelijk in het volgende. Aan de voorkant gedogen we de verkoop van wiet. Maar tegelijkertijd is het verboden om wiet te telen. En daarin zit heel veel, schuilt een redelijk grote problematiek. Namelijk het volgende. Als wiet wordt voornamelijk gekweekt in woonwijken, in woningen. Nou, u kent het wel. Om de paar weken verschijnt er wel nieuwsbericht met dat er een kwekerij is gevonden ergens in een woning in Hilversum of in de regio of waar dan ook. En dat brengt een heleboel veiligheidsproblemen met zich mee. Je moet zich voorstellen dat er ook vaak kortsluiting ontstaat en dat daardoor een woning in de brand vliegt. En als dat bijvoorbeeld in een flat, als die kwekerij zich in een flat bevindt, dan kan die hele flat natuurlijk afbranden. Dat is in het verleden wel eens gebeurd. En daarom lijkt het mij verstandig om de achterkant ook maar te legaliseren, zodat we dat kunnen kunnen handhaven, B, kunnen reguleren en C, uiteindelijk een veiliger omgeving kunnen creëren. Maar er zijn toch goede afspraken met onze coffeeshops in Hilversum? Ja, maar de coffeeshops is die houdt zich bezig met de verkoop van wiet. En hier gaat het voornamelijk om het kweken van wiet en het reguleren van de teelt. En daarin zit het belang. Daar heeft een coffeeshop in principe niets te maken, want die koopt het in. Hoe die dat inkoopt mag die dan weer niet vertellen, dat is ook weer zo vreemd. Maar verkopen mag die wel. Dus er zit een beetje een spagaat, een crux. En moet Hilversum het zelf gaan verbouwen in het Penetum of in het Dudokpark? Ja, dat weet ik niet. Daar moet de raad zich over uitspreken. Moet de burgemeester misschien in de toekomst, als het mag. Hè, want het hangt van de Tweede Kamer en Opstelten af of het wordt gelegaliseerd. Maar in het geval dat het wordt gelegaliseerd, moeten we te zijner tijd maar even kijken wat er allemaal mogelijk is. Dank u wel. Is goed. Als u. Op het brinkje op de Larentseweg staat sinds maandag 3 februari een mysterieus gevaarte van 3,5 meter lang als een mummie ingepakt. Het is een klok, gemaakt van roestig staal met verlichte wijzerplaat. Het kunstwerk is een onderdeel van het project op de brinkjes in de Larentseweg en een luxere uitstraling te geven. Over 1,5 maand wordt de klok onthuld, belooft kunstenaar Chris Rodenburg. Binnenkort worden er 1700 bomen gekapt rond Vliegveld Hilversum. We spraken met de eigenaresse van de manege. Waarom bent u bezorgd om de eiken? Nou, nu ligt de manege in een mooi bosrijk gebied. En de gemeente heeft vergaande plannen qua kappen en snoeien. En dat wordt een kaalslag. En daar ben ik bezorgd over. Dat vind ik A niet mooi en B begrijp ik de reden daarvoor ook niet. Een groot gedeelte van het omliggende bos, daar is in geen 30 jaar onderhoud aan gepleegd. Dus dat willen ze gaan doen. Dat kan ik voor een groot deel wel begrijpen.
Aan de andere kant zitten ze met de aanvliegroute van het vliegveld die hier over de manege loopt. En daar moet dus een bepaalde hoogte aangehouden worden, ook wat betreft de bomen. En dat begrijp ik ook wel, maar als u achter mij kijkt, die hele bomenrij die daar staat, die zou dan helemaal tot aan de grond om moeten. Terwijl die bomen zijn volgens mij al niet zo hoog als dat, dat het gevaarlijk zou zijn voor de vliegtuigen. Daarbij kun je dat soort bomen ook prima aan de bovenkant gewoon wat aftoppen. Alleen dan zul je dat elke paar jaar moeten onderhouden. Maar om ze daarom, ik bedoel, er staan bomen tussen van 30, 35 jaar en misschien nog wel ouder. Om dat helemaal bij de grond af te zagen, ik vind dat doodzonde. In de vergunning staat wel dat het aangenomen is, het hele project. En het betreft 1700 bomen, dus dat is echt heel veel op een best relatief klein oppervlak. En de aannemingskosten staan daar begroot op 0 euro. Dus dat staat in de vergunning, dat ligt gewoon in de openbare leeszaal. Wat voor oplossing zou je zien? Nou, ik zou graag zien dat de bomenrij achter mij, dat is de noordkant van mijn bedrijf, daar is al heel veel gesnoeid en gekapt in de afgelopen 2 jaar. Er is al zowat de helft tussenuit. Ik zou graag zien dat wat er nog staat blijft staan en dan eventueel in hoogte aangepast wordt. Hier aan de noordkant vind ik dat wel meevallen, want daar is al heel veel gesnoeid en opgeruimd. We zullen straks ook aan de zuidkant even gaan kijken, daar ligt het een klein beetje anders. Maar ik zou het doodzonde vinden, dit hele gebied om ons heen, is de bedoeling dat het teruggaat naar de natuur. Want die complexen en die hallen en zo, die gaan uiteindelijk verdwijnen. Dan denk ik, ja, dan gaat het terug naar de natuur. Maar dan gaan we nu eerst bomen van 30, 40 jaar oud omhalen om daarna het gebied terug te geven aan de natuur. Ik vind dat begrijp ik niet. We zijn nu aan de zuidwestelijke kant van de manege. Dit stuk bos met ook bestemming natuurgebied is in geen 30 jaar onderhoud aangedaan. Zoals u achter me ook wel kan zien, denk ik. Dus dat daar de gemeente een keer wat wil opruimen en wat tussenuit wil snoeien en zo, dat begrijp ik best. Dat moet ook dringend een keer gebeuren. Alleen in de vergunning staat dat er zou 30% tussenuit gehaald worden. Als ik hier rondloop, heb ik het idee dat het meer dan de helft is. Daarnaast ligt dit stuk bos, de randen daarvan liggen echt op 2-3 meter van mijn stallen. Ik heb aan de gemeente gevraagd wanneer dit werk uitgevoerd gaat worden. Daar zou ik dan wel bericht van krijgen. Maar dat kan natuurlijk nooit uitgevoerd worden als mijn paarden in de stallen staan. Want het is echt 2-3 meter ernaast. Dat geeft levensgevaarlijke situaties. Dus ik zou toch wel graag willen dat er van tevoren meer overleg is. En dat er een goede oplossing voor gezocht wordt. Het valt hem ineens op dat het erg stil is geworden. Het gelach en gepraat van de andere groepjes is niet meer te horen. Alleen de ronkende wieken van een klein vliegtuigje dat over hun hoofden schiert, verbreekt de stilte. Zelfs de wind fluistert niet. Ik ben Marion van der Zee, 23 jaar. Ik schrijf al sinds ik een jaar of 12 ben. Serieus. Daarvoor heb ik gewoon echt als kleinkind verhaaltjes opgeschreven. Maar ja, dat heeft nooit de wereld mogen zien. Schrijven is een hobby. Ik doe het al jaren en ik zou ook niet meer zonder kunnen. Wij hebben vernomen dat je laatst met een schrijfwedstrijd hebt meegedaan. Wat voor wedstrijd was dat? Dat was een wedstrijd van de Kruidvat. Een van de grootste van heel Nederland. Het is voor het eerst dit jaar dat ze dat meedoen. En uit de 1200 mensen die hebben ingeschreven ben ik een van de 40 finalisten. Het verhaal wat ik nu voor deze wedstrijd heb geschreven gaat over twee jongens van 11 en 12 jaar. Ze komen elkaar op een camping tegen. De ene is op zoek naar vriendschap en de andere die komt hem eigenlijk toevallig tegen. Maar een van de twee die praat niet, al een jaar lang niet. Hij zegt geen woord, hij gebruikt een notitieboek waar hij op schrijft. Uiteindelijk gaan de jongens toch een middagje samen op pad. Ze vervelen, dus dan gaan ze verder. En uiteindelijk weet een van de twee jongens, weet de ene toch de andere zover te krijgen te vertellen waarom die niet meer praat. En dan eindigt het. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet vertellen. Samen lopen ze dieper het bos in. Marion krijgt eind april de uitslag. Stemmen is mogelijk tot en met vrijdag 21 februari. Door de lichtinstallatie in te schakelen, heeft wethouder Rensen het werkstation officieel geopend. Het voormalige belastingkantoor is mede door de inspanning van de stichting Magdalena nu een broedplaats voor creatieve bedrijvigheid. Ik ben Edelsmit
En ik werk op dit moment voornamelijk met titanium. Ik maak oorbellen, kettinghangers, broches, armbanden, sieraden dus in het algemeen. Het is heel inspirerend om met andere kunstenaars om je heen te zitten. Want je ziet ook alle mooie dingen die de anderen maken. En zo kan je inderdaad weer op andere ideeën komen. Ja. Ja, ik maak alles zelf. Ik kan niet echt muziek schrijven hoor. Ik kan er gewoon instrumenten spelen. Dus ik speel alles in. Ik ben Arnoud. En Funklife is mijn artiestennaam. En ik maak hier muziek. En ik kan me voorstellen dat jouw soort werk hier wel eens tot conflicten kan leiden? Of maak je niet zoveel lawaai? Nee, ik maak niet zoveel lawaai. Maar het pand is ook overdreven goed geïsoleerd gebouwd. Omdat het dus op het station zit. Hebben ze daar, want je merkt heel als de deuren dicht gaan, dan is het helemaal geluidstil. Is het, ja. Het is heel motiverend om mensen bezig te zien zijn of te horen zijn. Dan wil je zelf ook graag aan de gang gaan. En het is ook leuk dat er zoveel verschillende disciplines zijn. Ja. Inspireert het ook om hier te werken of is het een dode bedoeling? Nee, zeker. Nu is het echt helemaal goed gevuld overal en veel nieuwe mensen. Dus nee, ik vind dat super motiverend. Ja. Okay. Ja. Het werkstation aan het Stationsplein is een soort conglomeraat van ateliers van allerlei pluimage. Zo hebben muzikanten, schilders, schrijvers, zelfs een stemcoach en nog veel meer ZZP'ers daar nu hun onderkomen gevonden. Mijn naam is Henk Hansen, ik ben journalist en schrijver. Welk boek heeft u geschreven, maar hier in deze ruimte? Ja, dit boek, een kwestie van zelfbehoud. Jaren aan gewerkt. Gaat het over Hilversum toevallig? Het is een deels autobiografisch boek. Het gaat over een jonge student journalistiek die denkt dat de waarheid een prooi is. En geleidelijk aan komt hij erachter dat de waarheid een veelzijdig mozaïek is. Een levensles. Een levensles, ja. Ik ben beeldend kunstenaar en ik schilder voornamelijk. Je hebt hier een prachtige plek, vind je? Super, ja. Ik heb ook wel een heel mooi uithoekje. Je ziet overal licht, komt er vandaan, dus het is heel prettig. Ja. Kun je nou misschien iets vertellen over het schilderij wat daar staat? Het is een opzet en als je kijkt bijvoorbeeld naar zo'n schilderij en je kijkt naar zo'n doek, dan heeft dat verband. En de snelheid waarmee dat geschilderd is, zo zet ik de eerste doeken op. En dan later voeg ik vaak een thema toe. Maar ik vond dit al een heel prettig ding. Dit zou een abstract ding al, als abstract schilderij zou het al heel prettig overkomen. Amerpoort ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. En heeft in het werkstation een compleet ingerichte studio, videomontagesets, een uitgebreide mediatheek en zelfs nog ateliers. Wij maken een mediatheek voor cliënten van de Amerpoort die heel moeilijk met de computer kunnen omgaan. Ik heb hier een korte samenvatting van al mijn cliënten wat ze hier aan het doen zijn, zeg maar. Precies wat ze aan het doen zijn of wat ze gaan eten of wat ze maken, zeg maar. Dat heb ik dus gemaakt. Maar dat kan je bij... die plek achter kan je het ook weer zien. Kan je het helemaal zien, zeg maar. En hoe vind je het nou om in zo'n pand als dit te zitten met allerlei andere kunstenaars? Ja. Ik heb bijvoorbeeld gezien dat ze gaan schilderen of dat ze hun eigen games aan het ontwerpen zijn. Dus heel verschil. Ook de HKU maakt het verschil. Tweedejaarsstudenten verbeelden de opdracht remake. En niet een remake van hun eigen kamer. Dit is een kunstinstallatie van HKU-studenten die... Die een soort van brug willen maken tussen... ik moet even de auto wegbrengen. Sorry. Nou, dan maar even verder vragen. Dit is niet zeg maar mijn installatie, maar ik zit zelf in het eerste jaar en nu zit in het tweede jaar. En ik heb meegedacht en meegeholpen met dus de aankleding ervan. Dus ik kan niet overal antwoord op geven, helaas. Later op de middag was de installatie klaar. Nu zelfs met een levensechte acteur. Op de vierde etage was er een arcadecafé. Daar kon je je hart weer ophalen op vintage videospelkasten zoals Super Mario, Space Invaders en zelfs weer Pac-Man. En even verderop op de vierde etage stond er nog een installatie van de HKU. We kregen de opdracht de film Happiness te kijken. En vanuit daar het concept te verzinnen in de vorm van een video-installatie. En wij moesten drie personages gebruiken van de film Happiness. Zoals welke? Van de drie die we moesten kiezen was vooral Begeerte.
trots en hebzucht. Eerst moest de architect nog even een vlekje wegwerken. Wat maakt u dat mooi schoon? Ja, dat moet ook. Dat is waar. Bent u de maker van dit kunstwerk? Nee, dat is de kunstenaar, maar ik ben de architect van dit gebouw. Ah. Dus en dit, ik zag dat er gefotografeerd wordt, dus ik dacht, dat moet even mooi gemaakt worden. Groot gelijk. En toen was het tijd om iets te zeggen. De wethouder. Wat er zo mooi is aan deze plek, is dat kunstenaars, mediamensen, omroepmensen en nu ook de HKU-studenten bij elkaar komen om één grote brok reuring te veroorzaken hier. Stichting Magdalena gooit er nog een schepje bovenop. Het wezen van de kunstenaar is chaos, vanuit chaos orde scheppen. Dus in wezen is het weer helemaal volgens het draaiboek dat ik zo spontaan voor u sta. En last but not least, de kunstenares. Ik ben er al een jaar mee bezig met de voorbereidingen hiervan. En ik hoop dat de uitwerking ook wat leven geeft aan deze hoek in Hilversum, aan dit gebouw. 3, 2, 1, go! Verlichting rondom, extra ateliers, kruisbestuiving van kunst en kennis. Hilversum knapt op. Ik bepaal zeg maar zelf hoeveel ik wil drinken. Als iemand mij iets verbiedt, dan denk ik, ik ga het juist doen. Straks krijg je allemaal jongeren die massaal doorgaan met pillen. Maandag 10 februari kunt u een uitgebreid verslag zien van het jongerendebat over alcoholgebruik onder de 18 jaar. De deelnemers, politieke partijen, ouders, horeca en de leerlingen natuurlijk. Het debat werd gehouden in het Roland Holst College en stond onder de bezielende leiding van burgemeester Broertjes. Uitgaan op alleen fris is helemaal niks. Jongeren hebben recht op alcohol. Op bezoek bij Dennis in Krijlo ga ik naar het kattenhuis. Vorige keer zat ik op de bank met Abu, die leuke speelse kat van 12 jaar. Nu bezoek ik een bijzondere poes. Het is Aglaya en ze is blind. Aglaya is een Europese korthaar. Ze is ruim 14 jaar oud, is blind en heeft aandacht nodig. En we zoeken een rustig huisje. Aglaya is het Griekse woord voor pracht. En komt voor in de Griekse en Romeinse mythologie. Het staat voor schoonheid en glans. En de schilder Peter Paul Rubens heeft haar met haar zusjes geschilderd. Vanwege haar blindheid zoeken we een rustig huisje. Het omgaan met vreemden, kinderen en andere dieren hangt af van hoe je haar benadert. Ze kan goed alleen zijn, maar heeft ook aandacht nodig. En een knuffel is wel zo lekker. U nog een rustig plekje thuis voor Aglaya, deze prachtige blinde poes? Haal haar dan op bij Deernasiel Krijlo.